En een hele goede avond, lieve dames. Super tof dat je er bent. Karin Joon hier en ik geef je vanavond een live workshop. Lekker gratis, lekker weer een keertje. Een warming-up om naar de Creadoet toe te gaan. Dus zeg maar onderweg naar de Creadoet toe heb ik dus bij deze een lekkere warming-up voor je. Ik denk van dat is wel leuk, want er is zoveel meer dat ik je wil laten zien dan alleen maar kan op Creadoet. Dus ik denk ik maak je alvast een beetje klaar ervoor. Maar super leuk dat je erbij bent. Ik ga eens even heel snel een aantal van jullie gedag zeggen, want we zijn met lekker veel. Dus dat is extra leuk. En ik zie lekker veel bekenden erbij. Hoi Anja, dag lieve Liz. Wat leuk dat je erbij bent. En Jolanda en Pieter van Lidja. Hi Lidja. En Lea. Oh, wat leuk Lea. Dag lieverd. Wilma, Chantal, Leonie, Beta, Chris, Marianne, Bichou, Claudia. Hartstikke leuk. Anne is er ook. Nou, als je het leuk vindt dat ik je gedag zeg, moet je even een reactie achterlaten in de reacties op
YouTube. Heel leuk dat je erbij bent, Astrid en Remke. Ik zal je even kort laten zien op mijn website hoe dat in zijn werk gaat. Want je hebt waarschijnlijk de link gehad die naar mijn website gaat. En dan kun je daar niet mee chatten, maar dat kan alleen op YouTube. Dus ik laat je zien hoe dat werkt. Als je op mijn website bent, dan zie je dat er ongeveer zo uit. Tenminste op de desktop, op de mobiel misschien een beetje anders. Maar als je naar beneden scrolt, dan ben je daar dus de video aan het bekijken. Die is hier dus. En dan zie je hier ook staan, chat lekker mee op YouTube, klik hier. Als je daarop klikt, kom je op YouTube en dan kun je daar mee chatten. Goed, als je dat leuk vindt. Nou, als je het leuk vindt om live mee te doen, kun je eventueel een download gebruiken. Ik zal hem even laten zien. Als je daarop klikt, dan kom je hier. Nou, dan staat hier is een briefje van mij voor jou, van hoe dat werkt met deze download. En dan is dit de download die je kunt gebruiken, maar je hebt hem niet echt nodig hoor. Want ik zal je straks gewoon laten zien hoe je dit zelf kan tekenen. Alleen is het zo dat ik niet alle projecten maak, slechts één, zodat je de techniek kunt zien. En dan kun je de download gebruiken om nog meer te maken als je dat zou willen. Als je de download wilt gebruiken, dan hoef je alleen maar hier, daar, zie je dat? Daar, op dit kleine knopje te drukken, download. Op je mobieltje zal het op een ander plekje staan, maar je hoeft dus niet op die gekleurde knop te drukken. Goed, gewoon op de grijze knop download. Dus dat is extra makkelijk. Dan weet je dat. Je kunt dus de download gebruiken als je wilt. Hallo CT Bosch en Marielle, bye. En Esther, GB van Eimeren de Weert. Moeilijke namen, dames. Hi Linda, leuk dat jullie er zijn. Gezellig allemaal. Oh, Doreen, helemaal top. Goed is dit. Goed, dames. Ik ga je vertellen wat we allemaal nodig hebben. Tenminste, wat ik zal gebruiken. Want deze workshop kun je ook met je eigen spullen doen. Alleen je krijgt een ander effect. dit is trouwens mijn website. Maar ik ga jou even mee laten kijken op mijn tafel. Daar kun je het een beetje zien. Ik ga eens even kleurtje een beetje aanpassen. Daar. Oké. Okay. Nou, dit is dus het project wat ik jou vanavond wil laten zien hoe je deze maakt. En ik ga dus werken met adding acrylic markers. Zal ik je even laten zien. Ik heb ze hier even in een nasi bakje gestopt. Lekker makkelijk. En daar ga ik je straks van alles over vertellen. Maar nog veel leuker op CreaDo laat ik je live dit ervaren. Ik zal demo's geven. Met andere acrylic markers van Edding. Zal ik je straks even gauw laten zien. Maar ik geef ook vooral een, wat we noemen, een masterclass bij Be Creative Shop. Nou, Be Creative Shop, dat is de winkel die we vroeger kenden. Nou, niet eens zo heel lang geleden. Als handlettering doen we zo. Ik zal ze even laten zien op de website. Dit is de website van Be Creative Shop. Nou, daar geven, je ziet mij hier tussen al mijn mooie collega's hier ook staan. Wij geven allemaal een workshop, diverse workshops op diverse dagen. Als je naar mijn website gaat, makerisme.nl, en je zou scrollen en dan vind je dit plaatje van vandaag en dan vind je ook dit plaatje met de peer en de hart. Daar kun je vinden op welke momenten ik welke workshops geef. Dus dat is misschien wel handig. Dan zie je CreaDo 2022 staan. Dan zie je dat ik daar dus een workshop geef. Ik zal je straks ook wat meer laten zien van dichtbij. Goed, een workshop waarbij je een kerstkrans kunt schilderen. En ik geef je deze workshop ook met adding acrylic markers die ik vandaag ga gebruiken. Maar dit is weer een andere workshop. En die geef ik dan op CreaDo. Goed, dan kun je ze namelijk zelf live kun je ze ervaren. En er staat dus een linkje waar je je kunt aanmelden. En hier staan ook de tijden. Kun je allemaal vinden op mijn website. Goed. Dus als je naar mijn website gaat, makerisme.nl, dan scroll je naar beneden en dan vind je dus dit plaatje met dat hartje en die peer. Klik je daarop, dan vind je dus meer informatie. Yes? Oké, nou goed, ga ik weer terug naar mijn tafel. Even kijken. Af en toe kijk ik naar jullie opmerkingen. Nou, als je een belangrijke vraag hebt, of als je een vraag hebt of je hebt een belangrijke opmerking, zoals we kunnen je niet horen of iets anders als dat, wil je dan je vraag stellen met veel vraagtekens? En je opmerking met veel uitroeptekens, dan kan ik het niet missen. Want er komen straks heel veel leuke reacties binnen. En ik wil jouw reactie dus niet missen. Dus vandaar. Hey, Inipini, superleuk dat je er bent. Helemaal top. En ik zie dat jullie ook met elkaar aan het kletsen zijn in de chat. Dat is extra, extra leuk. Heel erg gezellig. En Anja heeft een kroontjespen gekocht, zie ik even snel. En Inipini voelt zich niet lekker. Wat jammer nou. Nou, heel veel sterkte en beterschap. En leuk dat je erbij bent. Hey Agen, leuk dat je er bent. En we zien elkaar op CreaDo. Super. Goed, nou, ik ga dus werken met de
adding acrylic markers. En ik zal je vertellen hoe ik dit maak. Maar ik ga je ook straks vertellen wat er zit in een doos die ik nog steeds niet heb opengemaakt. Die ik al een vorige week gekregen heb van Be Creative Shop. Maar ik was ziek. Dus alles gaat langzamer hier. Maar hier is een hele mooie doos. En er staat op So Happy to See You. En ik ben ook heel blij met deze doos. En ik weet eerlijk gezegd nog niet wat ik ermee ga doen. Want ik weet nog niet precies wat erin zit. Maar wat ik wel weet is dat heel veel wat erin zit, heb ik al. En hoef ik dus niet. Dus ja, wat moet ik daar dan mee? Heeft iemand een idee? Ik ga hem straks openmaken. Dan kun jij zien wat erin zit. Ga ik dus live doen. Dat zal ik je laten zien. Verder laat ik je ook Himi Gouache van dichtbij zien. Himi Metallic Gouache, wel te weten, zit in deze hele mooie roze box. Ga ik snel even wat sampletjes van maken. Doe ik later. Zodat je kunt zien hoe dat eruit ziet. En dat is een metallic gouache verf van Himi. En verder zal ik je ook even snel laten zien. Oops, het Be Creative Roadmap boekje. Dat hoort bij die mooie box daar. Daar staan al mijn mooie collega's in. En ik, we hebben allemaal voor jullie leuke projecten gemaakt. Die staan hierin. Laat ik je straks ook even snel zien. En ik vertel je ook welke demo's ik geef op Creado. Even heel snel. Ik wil je laten zien op Creado hoe ik deze roos schilder met gouache. Ik laat je straks meer zien. En ik ben hier nog hoor. En ik wil je ook wat meer laten zien hiervan. Dit is ook een demo die ik geef op Creado. Dus dan laat ik je zien hoe ik deze maak. Met adding acrylic markers, een 3D double liner marker wel te weten. Goed, nou dat komt allemaal straks langs. Maar nu ga ik eerst beginnen met de workshop. Goed. Nou, ik heb het net al gezegd voor iedereen die later binnen is gekomen. Dan herhaal ik het nog een keer. Als je vragen hebt, stel die vraag met veel vraagtekens. Als je een belangrijke opmerking hebt die ik niet mag missen, zoals hey, het geluid doet het niet goed of iets dergelijks, dan moet je dat alsjeblieft roepen met veel uitroeptekens. Dan kan ik dat niet missen. Goed, leuke reacties allemaal, dames. Dank je wel. Gezellig, Wilma en Anneke. Leuk dat je er bent. Goed, zal ik eens beginnen met deze? Ik zei het net al. Als je acrylic markers hebt, leuk als je meedoet daarmee. Helemaal top als je dezelfde kleuren hebt. Maar als je die niet hebt, gebruik gewoon wat je hebt. Gebruik gewoon viltstiften of kleurpotloden. Want deze techniek, en misschien wil je zelfs met verf werken. Want deze stijl, deze techniek is sowieso leuk om te maken. Nou, dat goud wat je ziet, dat is extra special. En daar vertel ik je later ook meer van. Maar ik ga beginnen. Goed. Oh, het is zo lang geleden dat ik helemaal live ben geweest. Openbaar op YouTube. Dus ik ben helemaal enthousiast. Ik vind het echt super leuk om weer hier bij jullie te zijn na lange tijd weer een keer. Ik denk Creado komt eraan. Het wordt de hoogste tijd. Ik werk op het adding acrylic papier. Dat is er in hele kleine maat A6 formaat. Het is er ook in A4 formaat. En ik denk ook in A5. Maar goed, weet niet zeker. Het leuke van het A6 is dat het een postcard is. Een aanzichtkaart. Ik scheur er eentje uit. En als je acrylic markers gebruikt, wil je bij voorkeur echt dit papier gebruiken. En acrylic markers zijn geweldig, maar gewoon papier kan er niet zo heel goed mee omgaan. Want het gaat een beetje rullen, dus het komen van die kleine korreltjes. Nou, wat ik ook doe, is ik pak er een papiertje bij. Gewoon een printerpapiertje, om eronder te leggen. Want ik ga tot aan de randjes werken en dan wil ik ervoor zorgen dat ik niet over het randje heen werk. Eens even zien. Nou, we hebben verschillende soorten. En deze is toch wel de meest ingewikkelde tekening. Ik ga ervoor kiezen om iets eenvoudigers te maken, zodat je vlot mee kan doen. Ik ga deze maken. Goed? Ja, dat ga ik doen. Ja. Oké. Nou, ik ga heel simpel beginnen met de achtergrond. En ik ga het zelfs mooier doen dan dit. Kijk, zie je al die strepen? Dat komt omdat ik een beetje ongeduldig was. Dus ik ga deze keer nog mooier doen. Dus komt goed. Nou, iemand vroeg mij net op Facebook, zijn dit deze markers, zijn die onderdeel van een set of zijn die los? Nou, daar ga ik je straks meer van vertellen. Help me herinneren dat ik dat niet vergeet. Goed, maar ik wil graag beginnen, want ik wil dat je niet zo lang naar mijn geklets luistert. En dat je gewoon lekker aan de slag kunt als je met me meedoet. Nou, als je meedoet met andere stiften, neem gewoon een kaartje. Neem gewoon even een stukje papier en ga gewoon lekker aan de slag. Goed, zullen we beginnen? Ik begin met een
Kijk, ik doe hem even voor mezelf buiten beeld, kan ik hem zien. Oh, als je de stiften gebruikt, als ze nieuw zijn, dan wil je ze eerst voorbereiden. Dat betekent shake it, oh baby. Komt hoor. Shake it, oh baby. Twist and shout. Yeah. Of je kan ook zingen. Shake it up, shake it up. Kan ook. Maar goed, je wil gewoon lekker schudden. Er zit een kogeltje in en er zit verf in. Dus je wilt gewoon dat het goed vermengd is. Nou, als je begint ermee, dan zit er een plastic laagje op. Moet je eraf halen. Dat is een plastic verpakkingje. En dan wil je die punt van die stift een paar keer indrukken, pompen. Zodat de verf er in de stift komt, in het puntje. En dan kun je beginnen. Ik ga er even voor zorgen dat mijn camera goed scherp blijft. Daar en daar. Als het goed is, moet het nu goed blijven. There. Nou, als jullie vragen hebben, dan hoor ik het graag. Ik zie al vragen, dus ik ga het even beantwoorden. Waarmee maak je dat goud, Wilma? Dat is voor op het laatst. Goed? Oh, ben je lekker ongeduldig. Je lijkt een beetje op mij. Even kijken hoor. Ja, het goud is ook echt een beetje 3D. Dat klopt. Oh, wat lief van je, Esther. Dank je wel. Goed, ik ga starten. Ik begin met... Dit is mijn favoriete kleur. Deze kleur heet... ik kan hem niet meer. Kijk hoor. Zo. Deze kleur heet... Mellow Mint. Het is echt mijn favoriet ijs. Heerlijk. Doet me denken aan pistache ijs. Nou, wat ik wil doen is ik wil gewoon in het hoekje... Hier wil ik gewoon een soort boog maken. En dit is een hele vette dikke stift. Straks werk ik met een medium stift. En ze hebben ook fine... Maar we hebben hier dus een hele vette en medium. Daar ga ik mee werken. Nou, je kan werken met wat je hebt. Maar ik zet hem zo plat neer. En ik maak gewoon een soort boog. Nou, het is best wel licht voor jullie, zie ik. Kijk, ik ga het al het licht een beetje donkerder maken. Dat je het een beetje donkerder kunt zien. Ja, dat lijkt meer op de echte kleur. Nou, en dat ga ik gewoon inkleuren. En dat doe ik met streepjes. En daardoor krijg je dus dat streperige. Nou, dat is met... Vooral met lichtgekleurde verf wil je soms daar twee keer overheen. Nou, wat ik doe is ik heb dus die punt, dat platte deel van het punt, doe ik dus op mijn papier plat en ik trek de streepjes. Je ziet dus dat ik er nog een keer overheen ga, daar. En dan nog is het niet perfect. Dat ik je laat zien, je ziet nog steeds strepen. En dat is prima, want straks als het droog is, geven we het nog een laagje. Daar. Oké, dan gaan we naar de volgende hoek. En ik ga er toch even voor zorgen dat het beeld niet elke keer onscherp wordt. Daar. En ik werk daarin met roze. Dit is ook zo'n hele mooie kleur. Deze heet Classy Mauve. Classy Mauve staat er. En ik ga hetzelfde doen hier in deze hoek, maar met een beetje andere radius of een beetje andere boog. Daar. En ook deze ga ik invullen met mijn kleur. En weet je, het fijne van deze hele vette dikke is, je ziet hoe snel ik kleur, hè. Ik kan me voorstellen, oh zie je wat ik doe? Ik kleur nu de andere kant op. Daardoor krijg je ook een betere dekking. En ik zie dat die hier best wel droog loopt. Nou, als dat gebeurt, ik zal eens een beetje dichterbij. Nee, kijk, want ik geef je af en toe gewoon wat tips over die acrylmarkers, goed? Als je ze live wilt ervaren, kom dus naar de workshop toe op CreaDoo. De link staat dus... op de pagina waar je geweest bent om de video te vinden. Als je ziet dat hij dus droog loopt, zie je wat ik heb gedaan? Even een paar keer, één keer drukken, dan loopt de verf nog een beetje beter. En dan wil die nog veel makkelijker vloeien. Even alle gaatjes dichten. En ik kleur nu een beetje alle kanten op. Doe daar niet moeilijk over. Straks als ik een tweede laag aanbreng, zie je daar nagenoeg niks meer van. Dus dan werkt dat prima. Oké, even uitzoomen. Ik heb nu twee hoeken gedaan. En ik kan ervoor kiezen om tegenoverliggende hoeken te doen of een vlak te doen. Kijk, ik doe het iedere keer anders. Even laten zien. Bij deze heb ik dus hier in de hoek en daar een vlak. En bij deze heb ik op die manier gedaan. Die is hetzelfde, want daar heb ik een kopietje van gemaakt. Deze heeft zelfs op vier hoeken een vlek, zeg maar. En met deze heb ik het zo gedaan. Je ziet alle foto's op de pagina waar je geweest bent via mijn website. Dus even een voorbeeld er weer bij pakken voor. Als ik hem alweer kwijt. Daar. Oh, ik ben één kleurtje heb ik gemist, zie ik. Even kijken, waar is mijn... Eén momentje, ik had het hier op de vloer gezet. Want anders moet ik al mijn kasten opentrekken en zo. En op de vloer heb ik meer ruimte, want ik heb veel te veel spullen. Even kijken.
Waar ben jij gebleven? Even kijken hoor. Ja hoor. Zal je net hebben, hè? Dan kan ik hem even niet vinden. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Eens even kijken. Ah, ik zie het al. Ik had het hier gelegd. Dat was het. Even kijken. Momentje hoor, dames. Ja, daar is hij al. Deze moet ik hebben. Dat krijg je ervan als je veel te veel spullen hebt. Deze kleur heet warm beige. Ofwel warm beige. Hey, nee. Jawel. Ik wil zeggen. Ja, komt helemaal goed. Oké, nou, dat is ook zo'n hele lichte kleur. En ik maak hier vanaf de rand hier ook een of andere boog. Zo ongeveer misschien wel. Zoiets. Het maakt echt niet veel uit wat voor vormen je maakt hoor. Echt niet. Ik ga straks kijken naar jullie reacties. Goed? Even nog een keer netjes eroverheen, want ik wil een mooie strakke buitenlijn. En ik ga deze ook invullen met lijntjes, met streepjes. Zo, kijk, ik ga er nog een keer overheen om wat meer dekking te hebben. Maar straks, als het een beetje gedroogd is, ga ik er nog een keer overheen. Ik word hier al zo blij van, hè, dames. En ik zal je zeggen, de kleuren komen niet eens zo mooi over op de video als dat ze echt zijn. En dat moet je echt in het echt zien. Dus ik hoop dat ik je mag zien op Crea Doe. Het zou echt super leuk zijn om je ook weer in het echt te mogen zien en te spreken. Maar dit is echt, de kleuren zijn echt heel erg tof. En weet je wat zo leuk is? Dat je zo'n hele vette stift hebt en dat je dus in één keer zo die dekking hebt. Nou, nu ga ik er nog een keer overheen. Daar. En het helpt om een tegenoverliggende lijn te maken als je het nog een keer inkleurt. Dus één keer misschien verticaal, de volgende keer horizontaal of daarna schuin. Dat kan ook. Dat helpt voor de dekking nog meer. Daar, en die wordt al veel beter. Misschien dat ik het randje straks hier nog een keer aanpak. Als hij glanst, is hij nog vochtig. En als hij droog is, is hij helemaal mat. En dan kan ik er makkelijk nog een keer overheen. Dat ga ik hier ook doen. Daar. Ik ben heel benieuwd, wie doet er mee en waar doe je mee? Waarmee doe je mee? Heb je acrylstiften of werk je met een ander medium? Dan hoor ik heel graag wat je aan het gebruiken bent. Ben ik heel benieuwd naar. Even kijken. Oh, kijk, Inipini vroeg het ook. Heel goed. Hey Detje en Brem Creatief. Leuk dat je live meedoet. Helemaal top. En Anja vindt het mooie kleuren. Beta heeft de markers nog niet, maar ze kijkt altijd liever eerst mee. Vind ik ook hoor, gelijk heb je. Ook een manier natuurlijk. Judith, die doet niet mee, maar ze is voor het eerst hier. Hartstikke leuk, gezellig. Helemaal top. Oh ja, Inipini, net macaronkleurtjes, zeker. Ah, kijk, helemaal top. Nou, sommigen kunnen niet mee, niet naar Crea Doe. Nou, dan heb je nu toch een beetje een voorproefje, hè? Goed, even kijken. Ik ga deze lichte ook nog een keertje opnieuw doen, want hij is ook al lekker droog. Want hij is mat. En dan zie je ook hoe snel ze drogen. Hè? Dat is ook wel heel prettig. Nou, mijn collega's geven ook hele toffe workshops op Crea Doe. Andere collega geeft ook iets met acrylmarkers. Of twee zelfs. Twee collega's, Sanne en Sarah, die geven ook acrylmarker workshops. Maar ik laat deze een klein beetje drogen. Ga ik in de tussentijd even kort wat anders vertellen, zodat je ook rustig, als je met een kleinere stift meedoet, ook even de tijd hebt om dat echt even uit te proberen of te maken. Goed, zal ik je even laten zien in het Be Creative Roadmap boekje wat daar allemaal in staat. Kijk even kijken hoor, mijn camera die staat best wel laag, maar goed, je kan het zien. Het Be Creative Roadmap boekje, daar hebben we lang aan gewerkt. En het is een heel leuk resultaat, Sarah Lindenhols, Anne van Gouden Lijntjes, Nienke Vletter, Anja Jacobs, Sanne, andere Sanne, wat zei ik nou? Sanne? Ja, dat zijn Anne en Sanne, precies. Sanne van Pippa Knus en Carla Kamphuis en ik natuurlijk. En we zitten allemaal in het boekje met een eigen project. Hartstikke leuk. Ik ga er even snel doorheen. Goed, heb je het even gezien. Sowieso is het geïnitieerd door Esther en Lars.
Die zijn van Be Creative Shop, wat je vroeger kende als handlettering Doen We Zo Shop. En het is allemaal rondom die doos die ik straks ga openen. Goed, want wij geven namelijk 7 gratis workshops via Be Creative Shop, dus Nanja. Maar we hebben ook een leuke extra workshop, maar dan op, in foto's, hier voor jou in dit boekje. En dan kun je gewoon lekker stap voor stap aan meedoen. Nou, dit boekje kun je loskopen bij Be Creative Shop als je dat leuk vindt. Sarah, lieve Sarah. Maar je kunt dus ook de box kopen volgens mij. En dan zit het er ook in. Maar die box ga ik straks openen, dus dan kun je zien wat erin zit. Goed. Maar zie je dat allemaal leuke stap voor stap tekeningetjes? Kun je dus lekker aan de slag met onze projecten. Dus extra, extra, extra leuk. Dus als je dat leuk vindt. En kijk, dit is van mij. En dan moet je weten dat er ook nog een extra video van mij bij zit. Een QR-code die je niet mag scannen nu. Want dat is echt alleen maar als je dit magazine hebt. Goed, maar dan weet je dat. En dit Be Creative Roadmap pakket. Oh, dat kan wat niet scherp, maar dat laat ik je straks van dichtbij zien. Dat gaan we straks wel zien. Goed, eens even zien. Deze weer terug. Kijken hoe het gaat met jou hier. Oh, kijk eens. Dus Sonja gebruikt iets anders. En Linda die komt gezellig vrijdag. Jee, dat is leuk. En Sanne gebruikt wel de acrylic markers, niet de grote punten. Dus je bent wat langer bezig, precies, ja. En sommige mensen kijken gewoon lekker even mee. En aantal markers van de andere workshop, dat kan ook, hè, Astrid, tuurlijk. Nou goed, helemaal goed. Kijken of er geen belangrijke dingen tussen zitten die ik niet had moeten missen. Ik zie aardig wat van jullie met acrylstiften meedoen. En andere mensen die dus meedoen met wat je hebt. Heel erg goed. Super. Oké. Nou, helemaal top. Ik ga naar de volgende fase toe. En dat is met een donkere kleur. Je kan bijvoorbeeld de kleuren die ik leuk vind om hierbij te gebruiken. Dat zijn of hazel. Hij is niet scherp. Of de kleur hazel. Van hazelnoot, denk ik. Hè? Of de kleur anthracite. Van anthraciet. Die kleur kun je gebruiken. Ik heb hier antraciet gebruikt. Laat me nou hazel gebruiken of hazel. En alle kleuren hebben ze dus in een medium, een vette en een fine. Dan weet je dat. Oké. En ik ga straks ook vertellen of ze in een setje zitten of niet. Goed. Wat ik wil doen is, ik wil 2 licht gebogen lijnen tekenen. 1 die start hier en die eindigt hier. En 1 die start hier en die eindigt hier. Nou, als je dat tekenen niet zelf wilt doen, dan kun je ook, gelijk even laten zien, de download gebruiken. Laat ik je even zien hoe dat werkt. Wat je wilt doen is, je wilt dan even grofweg de tekening uitknippen. Ik ga deze tekening ga ik maken. Daar. Dan vervolgens wil je die tekening omdraaien en wil je met potlood, overal waar je de lijnen van de tekening ziet, wil je kleuren. Op je allerslordigst, gewoon lekker even snel. Zo kan het, maar je kan het ook zo doen. Soms gaat het sneller om het gewoon zo te doen. Want wat we dan doen is, we maken van ons papier een soort carbonpapier, maar dan wat we noemen grafietpapier. Nou, en met dat papier, of met dat grafiet wat je dus hierachter kleurt, kun je de potlooddoordrukmethode gebruiken. En de potlooddoordrukmethode is geweldig. Dat werkt zo. Oh, voor wie het nog niet weet. Stel je voor, ik had op dit kaartje geschilderd. Ik ga het even hier niet op doen, omdat ik er stippen op had gezet. Maar als je bijvoorbeeld hier op je achtergrond had gemaakt, dan wil je deze nu hier opleggen. Misschien wil je het voor de zekerheid even vastplakken met een stukje papiertape, washi tape, plakband. En dan wil je je potlood weer nemen, of een pen, maakt niet uit. En wil je alles overtrekken met wat druk. Hoeft niet heel hard te drukken hoor, maar gewoon een beetje normaal, maar ook niet te zachtjes. En die druk, die maakt dat de tekening die je aan de achterzijde hebt gekleurd met potlood, dat die dan, tadaa, overkomt op je werk. En dat is ook gewoon potlood. Dus je kunt er ook voor kiezen om het uit te gummen.
Hele handige methode om tekeningen over te brengen op je papier. Ik ben heel benieuwd. Ik heb altijd het idee dat iedereen de potlooddoordrukmethode wel kent, maar misschien heb ik je toch iets nieuws kunnen leren. Wie kende het nog niet? De potlooddoordrukmethode. Ben ik wel benieuwd naar wie het nog niet kende. Even zorgen dat de boel een beetje op orde blijft op de achtergrond. Want wie mij kent, weet dat ik al heel snel een grote rommel ervan maak. Je mag het op CreaDoe Live komen bekijken. Even zien. Ja, met de dunne acrylstiften dan gaat het lastiger om een groot vlak helemaal vlak te kleuren. Dat is ook zo. Kijk, het wordt niet perfect. Als ik er nog een keer overheen ga, waarschijnlijk wordt het nog beter. Maar ik heb niet zoveel geduld. Maar ik vind dat het ook best een handgemaakt uiterlijk mag hebben. Ik gooi er bijna mijn glas water om buiten beeld. Oh, kijk hoor. Even zien. Even kijken wat ze. Heb al geprobeerd scratch of stickers te maken met deze stiften? Oh, tape over iets heen plakken, plakband eroverheen en dan zo'n stifttape afdekken. Interessant. Maaike, jij bent het. Wat leuk, gezellig. En Detje is ondertussen een geboortekaartje aan het maken. Zo leuk. Hallo Marieke, leuk dat je er ook bent. Helemaal top. Goed, nou, ik ga die plantjes even uit de losse hand tekenen. Ik maak een licht gebogen lijn. Die start hier. Oeps. En die eindigt daar. Nou. Even opnieuw. Een beetje meer. Ging een beetje snel. Daar. Dat is er één. En die andere start hier. En die eindigt daar. Ik ga er nog een keer overheen. En weet je wat er gebeurt? Ik had deze stift niet eerst even uitgeprobeerd. Dus hij was een beetje droger. Je ziet het, hij is een beetje droog. Nou, wat ik al eerder vertelde, even een keertje drukken. Kijk, misschien al nog een keer. Daar, zie je dat? En soms hebben die stiften dat even nodig als ze een tijdje liggen. Deze had ik al een beetje meer nodig. Moet je niet te veel doen, anders gaat hij bijna lekken. Daar, ja, nou gaat hij weer lekker. Dus soms heb je dat even nodig. En deze had ik nou, ik denk al een paar weken niet meer gebruikt. Ik heb vandaag wel opgewarmd, maar dan niet met deze. Juist niet met deze. Dus daardoor werkte hij niet helemaal lekker. Maar dat is niet erg, want het komt helemaal goed. Nou, wat ik wil doen is, ik wil ongeveer vanaf hier wil ik een soort omgekeerde druppel tekenen. En die wil ik inkleuren. Nou, als je inkleurt over een gekleurd vlak, dus ik heb hieronder heb ik lichtgroen, dan wil je ervoor zorgen dat je niet te hard drukt. Je ziet dat, want dan kun je die om dat onderste vlak, als hij niet door en door droog is, kun je dat weer een beetje gaan bewegen. Dus als het goed droog is, dan gebeurt het niet hoor. Maar sowieso als je kleurt met de acrylmarkers, dat is een tip die ik je kan geven. Kleur niet te hard. Dan kras je meer in dat papier. En als je wat meer zwevend kleurt, dan wordt het mooier. Nou, ik wil graag een aantal van die omgekeerde druppels aan weerszijden van mijn plant maken. Eens kijken, eentje misschien hier. En ze mogen allemaal een beetje schots en scheef zijn. Dat maakt het juist een beetje interessant dat ze niet te veel hetzelfde zijn. Het is echt een beetje, hoe zeg je dat? Ze noemen het in het Engels whimsical. Een beetje speels en een beetje sprookjesachtig eigenlijk. Net als kinderillustraties. Zag je wat ik deed? Die vond ik een beetje te smal, dus die bak ik wat dikker. En dan wil ik ze inkleuren. Als je inkleurt, is het fijn als je een beetje werkt in lijntjes. Dan heb je sowieso een wat meer regelmatig ingekleurd vlak. Maar ik moet zeggen dat die acrylmarkers al heel snel een heel fijn resultaat geven voor een hoe zeg je dat? Een heel mooi. Egaal vlak. Dus dat werkt al heel snel goed. Nou, waar ik ook op let, is dat ik dus niet heel hard aan het drukken ben, maar een beetje bijna zweef over dat papier. Hij geeft heel makkelijk zijn verf af, dus dat is heel lekker te doen. Nou, nogmaals, als je ze live in het echt wilt uitproberen, kom dan lekker op CreaDoe naar de stand van Edding. Dan kun je ze daar gewoon zelf even live uitproberen. Want eigenlijk moet je het zelf even voelen. Dat is het leukste. En helemaal extra leuk als je komt wanneer ik er ben. En de tijdstippen die zal ik straks eventjes benoemen. Help me herinneren als ik het vergeet.
Want ik ben er op alle dagen, behalve op zondag. Dus ik ben er op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Ik geef op 3 dagen geef ik een workshop met adding acryl markers. Dat is de workshop Flower Shapes. Je kunt je dus opgeven op de website van Be Creative Shop. De link die vind je op mijn website ook. Zie je wat ik doe? Ik draaide en keerde elke keer. En dat doe ik omdat ik niet met mijn hand in de natte acrylverf wil zitten. Dus ik draai zodat ik mijn hand buiten de natte verf heb. Hier weer een omgekeerde druppel. En inkleuren. En zo maak ik een aantal andere omgekeerde druppels aan weerszijden van deze plant. Waar ik verder ook een beetje op wil letten in mijn compositie, is dat de lijnen niet parallel lopen. Daarmee bedoel ik, hier heb je een lijn van van het groene vlak op de achtergrond. En deze lijn die loopt er eigenlijk tegenin, een beetje haaks erop. Dan heb ik mijn blad, die loopt ook niet heel mooi parallel met de achtergrond, maar die loopt een beetje eroverheen. Zie je dat? Die loopt er hier dwars overheen en daar dwars overheen. En deze helemaal. En deze die loopt ook een beetje dwars over dat vlak heen. Maar weet je, dat is alleen een beetje voor de mensen die daar een beetje nerdy-achtig in zijn. Zoals ik. Maar als je dan niet op let, komt het ook goed hoor. Dus niet te moeilijk over doen. Goed, even kijken hoor. Deze misschien nog hier. Een blad. En deze. Ik ben heel benieuwd of er kinderen ook nu aan het meedoen zijn. Kinderen die nog niet naar bed hoefden. Ik zag dat Lea al in de uitzending zat. Dat is extra leuk. Ben je er nog, Lea? En ben je ook aan het meedoen met het een of ander? Ben ik heel benieuwd naar. En ik ben benieuwd wie er verder nog hier best wel jong is en eigenlijk straks naar bed moet. Of je ook meedoet. Goed, nou, dit is op zich eigenlijk al een heel leuk kaartje. En zo is die dus eigenlijk al af als ik dus geen goud toevoeg. Nou, ik heb een andere waar ik ook geen goud aan toegevoegd heb. Dat is deze. Die. En ik zie dat ik hier met een andere kleur getekend heb, maar ik weet even niet meer wat. En deze heb ik ook zonder goud gedaan. Zal die eens hebben. Zo. En op zich is dit ook al een superleuk kaartje. Maar jullie zijn natuurlijk heel benieuwd hoe je het goud aanbrengt. Nou. Dat wil ik je graag laten zien op een andere manier en dat ga ik je straks vertellen. Voordat we daar aan toekomen, ga ik nu eerst wat meer van dichtbij laten zien, namelijk het Hemi Metallic Gouache. Zullen we daar eens even naar kijken? Hemi Metallic Gouache. Kijk, ik heb hier de box en ik ga mijn camera wat hoger hangen. Want het is niet handig dat hij zo laag zit. Dan zie je niet alles. Dus ik ga even rommelen hoor, dames. Even zien. Daarmee rommelen. Even kijken of ik hem. Die zo. Ja. Kijken of hij dat houdt hoor. Want ik vind mijn camerahouder soms een beetje moeilijk. Die is niet zo heel erg sterk. Kijken of die wil. Deze even weg. Kom op, Jochie. Jij kan dit. Ja, heel goed. Daar. Het is altijd een beetje zoeken met de techniek, maar ja. Oké, nou, jullie kunnen het zien. Helemaal top. Wat dingetjes uit de weg. Hemi Metallic Gouache. Je hebt hem misschien al voorbij zien komen bij mijn collega's op Instagram. Het is echt superleuk. Ik moet zeggen dat ik zelf verrast was over de kwaliteit. Had ik niet verwacht. Even zien, wat zie ik? Oh, grappig. Het lijkt of hier een witte druppels in, maar het is de glans. Ze zijn allemaal vochtig en nat. Maar Hemi Metallic Gouache. Toen ik het kreeg, dacht ik, ik ben benieuwd, want het is in verhouding niet zo duur als andere gouache. Dus ik had niet verwacht dat de kwaliteit zo leuk zou zijn. Maar ik wil jou dat even laten zien. Ik zal op
Crea Du zal ik, even zien waar ze zijn gebleven. Waar heb ik het nou? Ik heb zoveel dingen klaargezet dat ik soms niet meer weet waar ik het klaar heb gezet. Nou ja, goed. Dan laat ik op Crea Du laat ik je dus de kerstkrans zien die ik dus met je wil schilderen. Ik laat hem straks even op Instagram zien. Ik ben hem even kwijt nu, weet ik het niet. Maar ik wil je even de verf laten zien op dit papier. Het paint-on papier gaan we ook gebruiken. En het paint-on papier is papier in diverse kleuren. Daar. En ik wil het je even laten zien op zwart, want dat is het meest dramatische. Ik moet zeggen dat ik niet zo snel op zwart werk. Maar daarop kun je wel het allermooist de kleurtjes zien van deze verf. Dus ik ga dat gewoon even laten zien. Even mijn water erbij. Altijd gevaarlijk. Daar kan ik uitspoelen. En even de penselen erbij. De penselen die zitten in dit setje. En ik ga even de metallics laten zien. Nou, wat je hier ziet zijn een aantal metallic kleurtjes. En ik heb ze op een andere manier geordend dan het origineel volgens mij. Dan zie je een aantal neonkleuren en een aantal basiskleuren zoals zwart en wit. Maar ik wil je even de metallic kleuren laten zien. Even zien hoor. Oh, het komt echt niet zo mooi over als dat het echt is. Maar dit is... Het glanst echt heel erg. Je kan het eigenlijk heel slecht zien op de video. Maar je ziet wel hoe sterk de dekking is. Even uitzoomen. En ik ga hem even uitspoelen. En dat uitspoelen doe ik altijd in vuil en in schoon water. En dan laat ik je ook even snel de andere kleurtjes zien. Dit is blauw. Dus het eerste was groen. Oh, nou heb ik mijn water te vervuilen. Lekker handig. En de glans is echt super, dames. Maar ik ben bang dat je het niet heel mooi kunt zien op de video. Nogmaals, ik hoop dat ik je op Crea Du in het echt mag zien. Zodat jij ook in het echt onze kleurtjes kunt zien. En de metallic verf in het echt kunt ervaren. Want dit is echt heel gaaf. In mijn camera kan het gewoon niet aan. Zo mooi is het. Ik zal het zo plaatsen, dan kun je het goed zien als ik het schilder. En als jullie vragen of opmerkingen hebben, roep maar en dan kom ik straks weer kijken. Dus ik heb een groen, een blauw, een roze. Oh, dat was alweer roze. Ja, even kijken. Dan ga ik naar zilver. Geen metallic zonder zilver natuurlijk. Daar. Een hele mooie, een beetje warm zilver kleur. Een beetje platina-achtig, vind ik hem. Daar. Dan hebben we een... Tja, hoe heet dat? Een soort goud. Maar dan heel licht. Hoe zou je dat noemen? Ik weet het niet. Oh ja, pearl. Het heeft allemaal een naam hoor. En ik zou het moeten weten. Maar ik heb mijn... Ik heb mijn kaartje niet hier met de namen. Had ik dat nou gemaakt? Dat weet ik niet meer hoor. Nou, en dan hebben we een geel goud. Echt heel mooi. Kun je het een beetje zien? Ja, kan een beetje kun je zien hoe mooi het is, hè? En we hebben een brons goud. Dat is de volgende die ik oppak. En dat zijn dit dan de metallic kleurtjes. Dan hebben we er nog eentje. En dat is paars. Dus er zitten een paar kleurtjes in en een paar echte metaalkleurtjes. Ik ga die paarse bij die roze doen. Daar. Gaaf is dat, hè? Nou, en in het echt zijn ze nog veel mooier. Ik kijk straks even of ik de werkstukken die ik gemaakt had even voor jou erbij pak. Ik had ze net wel. Maar goed, ik weet niet waar ik ze nu heb gelaten. Daar. Goed, maar dat zijn dus die metallic kleurtjes gouache. En dan heb je ook nog de neon kleurtjes ertussen. Echt heel erg gaaf. Maar dan gaat mijn lieve collega Nienke Vletter, die gaat daar een workshop mee geven. Als je de metallic kleurtjes wilt ervaren, wil je de workshop doen die ik geef. En anders wil je de workshop die Nienke Vletter geeft, wil je doen. Ik leg even mijn spulletjes weg. Dan kijk ik even welke vragen jullie hebben of opmerkingen. Even zien. Hier, hier,
Hier, hier. Deze veilig wegleggen. Eens even zien hoe het bij jullie gaat. Kijken naar jullie opmerkingen. Eens even kijken. Mooie kleuren. De namen staan toch onder op de doos. Is dat zo, Claudia? Want als dat zo is... Aha, je hebt gelijk, maar ik ga hem niet omdraaien. Want ik weet zeker dat het een rommeltje wordt. Maar dat klopt, onderin staan de namen ook. Dat klopt, ja. Even zien hoor. Deze metallic verf heet dus gouache van Himi. Himi gouache. Ik ga het even laten zien. Himi. Himi gouache van Be Creative Shop. Gouache. Yes? Metallic en neon. Oké, even kijken. Als je naar Be Creative Shop gaat, dan kun je het daar vinden. Dus ga je naar Be Creative Shop, dan vind je het daar. Goed. Goed, eens even zien of jullie nog belangrijke vragen hebben of opmerkingen. Zijn ze als refill verkrijgbaar, Esther? Esther, als jij hier bent, kun je de antwoord op geven. Dat weet ik niet. En anders kun je zoeken in de webshop van Be Creative Shop, hè? Is er een setje met alleen de metallic kleurtjes te koop? Volgens mij niet. Volgens mij, want dit is een eerste editie. En ze hebben het gemengd met elkaar, dus volgens mij niet. En ik had ook zoiets van, wat moet ik nou met de neonkleurtjes? Maar ook daar heb ik leuke dingen mee gedaan. Maar goed, ik laat je dat nog wel een keer zien. Even zien hoor. Of jullie nog vragen hadden die ik gemist heb. Tap, tap, tap. Even snel hoor. Nou goed, dan laat ik het even daarbij. En dan ga ik je nu vertellen hoe je dat goud nou erop aanbrengt. Goed, ga ik even terug naar mijn bureau. Want het is natuurlijk extra leuk om daar dus die gouden 3D-lijntjes op aan te brengen. Die zijn echt heel gaaf. En je kan het er dikker of dunner op aanbrengen. En ik wil je dat allemaal laten zien in een video die ik voor je opgenomen heb. En ik ga ervoor kiezen om de video te delen met jou via mijn freebies pagina. Dan kun je die hierna meteen bekijken. En ik ga eens even op de achtergrond zorgen dat die nu zichtbaar worden. Dan laat ik je zien hoe je daar komt. Dus dan kun je na deze uitzending meteen door om dat te bekijken. Dan zie je daar een korte video van mij, of twee video's van mij, stap voor stap. Kijk, ga je naar mijn website en dan heb je hierboven heb je freebies. Nou, als je nog niet aangemeld bent, kun je je even aanmelden. Zie je daarboven, kun je aanmelden. En anders kun je naar downloaden, kun je daar naartoe. Nou, als je op downloaden klikt, dan ben je dus makerista. Makarista's zijn mijn nieuwsbrieflezers. Die hebben allemaal recht op mijn freebies. Dus als je even aanmeldt voor mijn nieuwsbrief, dat doe je dus hierboven. Dan klik je op aanmelden, dan kom je hier. Dan vul je even je naam en e-mail in en dan kom je bij mijn freebies. En dan kun je al mijn freebies downloaden hier. En daar heb ik, als je hier scrolt, heb ik hier voor jou twee video's staan nu. Nou, de freebies pagina, je kunt hier op downloaden klikken, maar dan kom je dus, krijg je dus te zien dat je een wachtwoord moet invullen. En dat wachtwoord staat in de nieuwsbrief. Dus je moet even naar je nieuwsbrief toe, naar je meest recente nieuwsbrief. Of als je nog niet aangemeld bent, krijg je zo je nieuwsbrief. En dan kun je er straks ook gewoon in. Maar daar laat ik je zien hoe ik dat goud aanbreng. Goed, dan weet je dat. Kun je dat hier helemaal vinden? Dat scheelt ook weer in de tijd vanavond, want ik wil je hier niet te lang vasthouden. Dus als je later naar de website gaat, dan vind je dat. Nou. Zal ik nu even de doos uitpakken die ik heb gekregen van Be Creative Shop. En eens even zien wat er allemaal in zit. En ik vroeg al, hè, heeft iemand een idee wat ik moet doen met alles wat ik dubbel heb? Want ja, daar moet ik iets mee. En daar ben ik nog niet helemaal over uit. Even zien, even uitzoomen, uitzoomen. Oh, ik kan niet verder uitzoomen. Jongens, even kijken hoor, klopt dat wat ik zeg? Ja... Hoe kunnen we dat het beste doen? Nou goed, ik ga hem gewoon zo openen. Dan laat ik je gewoon zien wat erin zit. Oké, ik ga hem openen. Sowieso is zo mooi ingepakt. Hier, klopt hier. En een mooie sticker die je los moet trekken. Oh, wat zonde joh. En die sticker is super sterk. Ik ga heel even toch een mesje gebruiken. Huppa, dat zal helpen.
Denk ik. Ja, nog een keer. Mesje erbovenop. Daar. There goes. Oké. Oeh, rapapa. Dit is de. Hoe heet dat ding? Creative Roadmap Box. Nee, zo heet het niet. Het heet. Het Creative Roadmap. Be Creative Roadmap pakket. Dat is het. En dus ik weet al wat erin zit. Alleen heb ik hem nog niet geopend. En het is wel heel gaaf om te zien hoe mooi die dus ingepakt is. Wow, hoe goed is dit ingepakt, jongens? Ja, oké. Okay, dit stuk dus ook. Oh, wauw. Toch? Oeh, of ben ik nu heel erg grof bezig? Even een mesje erbij. Altijd voorzichtig met een mesje en dozen. Voordat je weet, snij je in je spullen. There. Dit stuk eraf. En kan die nou open? Zo, Esther, die heb jij goed ingepakt. Jongens, jongens, zeg. Volgens mij doe ik het helemaal onhandig. Is dat zo? Nee, ik denk echt dat dit de manier is. Het is gewoon een beetje hard werken voor iets leuks. Ja, ja, we komen er wel. Ja! Oké, dan. Goed, komt-ie. Oeh, ik zie dat Esther een leuk idee heeft. Een herfstige winactie misschien. Oh, geef het aan een verpleeghuis. Ze hebben vaak te weinig geld om daaraan te besteden. Dat is ook een mooi idee. Kijk hoor, heeft ze nog een ander idee? Nou, ik zie het straks wel. Oké, komt-ie hoor. Oeh. Ah, trouwens, Be Creative Shop heeft nu echt zulke geweldige kleuren. Leuk. Nou, daar zit dus dat magazine in. Oeh, nice. En het paint-on papier. Een heel mooi nieuw blok. Met al die mooie kleurtjes. Super tof. Heel gaaf nieuwe stempel van Carla. Een stempel waarbij je dus in een kopje een huisje kunt doen groeien. En bloemetjes. Hoe leuk is dat? Speciaal voor Be Creative Shop gemaakt. Gratis confetti. Leuk voor een feestje. En een eigen stempelblok. Acrylblok van Be Creative Shop. Kijk eens. Oh, daar. Mimi gouache. Wat ik je net liet zien. Ja, ja. En een echt Be Creative Shop potlood. Een adding drawliner. Wat is dat? Het is een heel fijn, fijne fineliner. Een drawliner, 1880. Is dat iets anders adding dan deze? Dit is de 1800 en dit is de 1880. Interessant, ik wist niet dat adding ook een ander had. Leuk. En, oh ja, oliepastel van Pentel Arts. Heel interessant. Leuk. Wat hebben we hier? Oh, de allerbeste stempelinkt ever, vind ik zelf. Zwarte stempelinkt. VersaFine. Een puntenslijper. En, dit is ook mooi zeg. Dit is Himi potloden set. Nou, ik ga deze niet openen. Want ik heb er al één. Zal ik hem even bijpakken, dan kun je hem zien. Ik ga in de tussentijd wel eerst dit even allemaal terugplaatsen. En daar, daar. Daar. Kijk eens aan. Daar. Ik vond dat van het verpleeghuis wel een leuk idee hoor. Want ik heb nog meer spullen waar die ik eigenlijk ik wil opruimen. En dan vraag ik me soms af van waar laat ik het allemaal, hè? Je wil. De vloer is zo'n mooie plek, dames. Je wil er toch voor zorgen dat spullen op een plek terechtkomen waar het goed gebruikt wordt. Maar dit vind ik leuker voor een winactie. Dus dat ga ik ervan maken. Dus houd even mijn website, of mijn Facebook en mijn Instagram in de gaten. En mijn nieuwsbrief, dan roep ik wel. Maar ik ga wel wat weggeven hiervan. Maar voor de andere spullen die ik wil opruimen, vind ik een verpleeghuis echt een leuk idee. Dus dank je wel daarvoor. Ik ga even de potloden set erbij halen. Dan kun je hem zien. Even zien. Want die had ik al geopend. Dan kun je hem echt even zien. Als ik hem toon. Zo. Zo ziet hij eruit. En hij, even kijken, hoe was het ook weer? Ja, zo. Zo maak ik hem open. Kijk eens, hij is wel echt heel gaaf, hè? Wat ik ook heel fijn vind, alles is al geslepen. Dat vind ik wel fijn, hoor. Ik ben altijd een beetje lui om dat allemaal te moeten slijpen.
En ze zitten allemaal, alle potloden, alle kleurpotloden, zitten dus in deze hele mooie koffer. Himi-koffer zitten ze dus in. En wat ik leuk vind, als je aan het werk bent, dat deed ik dan, was om de potloden dan zo eigenlijk neer te zetten. Ze kunnen een beetje rechtop staan. Kijk, zo. Zie je dat? En dat is een beetje makkelijker pakken. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar ik vond dat wel leuk en wel handig. Ze blijven echt zo staan. Grappig, hè? Maar goed, een potlodenset dus. Maar ja, ik heb echt geen twee potlodensets nodig. Dus wat ik wil gaan doen, is dat ik een aantal van de spullen van de box wil ik dus gaan weggeven. Maar ik moet eventjes dat goed opzetten. Goed, dus hou even mijn nieuwsbrief in de gaten. Goed, nou eens even kijken wat jullie zeggen. En dan ga ik je op het laatst ook nog, als ik het kan vinden, ik begrijp niet hoe vaak ik nu moet zeggen, ik begrijp niet hoe ik het kwijt ben, maar ik maak dus echt veel te veel rommel. En ik heb het hier ergens, en ik heb het vandaag nog in handen gehad, maar ik wil je graag de Metallic Gouache projecten nog even laten zien. Nou, eerst even kijken naar je reacties. Oh, kijk, je hebt een zoontje die al je hobbyspullen wil, helemaal top. Nou, leuk dat jullie zo enthousiast zijn, dames. Mooie inhoud, ja hè. Even kijken hoor. Oh, kijk eens aan. Beta zegt dat ze haar hobbyspulletjes die je niet meer kan gebruiken bij de GGZ aan de GGZ geeft. Goed om te weten, dank je wel. Oh, kijk eens. Ellie heeft het pakket al. Hartstikke leuk. Ja, zeker Esther, je bent er nog, joh. Wat leuk. Het is een heel mooi pakket. De doos is mooi ook al. Helemaal top. Iedereen heel enthousiast. Hartstikke leuk. Oh, Nanja was gisteren met de live met de stempel. Oh, wat leuk. Moet ik het even terugzoeken dan. Heel gaaf. Oké. Oh, wat leuk dat je met je dochter meedoet met Amy. Hoi Amy. Leuk dat je erbij bent. Nou, helemaal top. Even zien of jullie nog dingen hebben gezegd die ik niet mag missen. Kijk, Claudia die heeft het pakket ook gekocht en die is heel erg blij ermee. Dus dat is heel erg tof. Even nog gauw snel nog. Kijk, ja, jullie willen graag dat ik het ga verloten, hè? Helemaal top. Super. Oké, nou weet je, sta me toe om heel even te zoeken naar, even te kijken of ik kan vinden wat ik zocht. Eén momentje, het moet echt hier ergens zijn. Ik heb hier echt allemaal stapels, omdat ik dit allemaal, ja, zie je nou wel, het is gewoon hier. Ik had het al klaargezet voor jullie. Oké. Nou, ik laat je graag wat Himi Gouache projecten zien. En het is nog veel leuker om het dus in het echt te komen bekijken op Creadoo. Over Creadoo gesproken. Ik zal je vertellen wanneer je mij kunt vinden op Creadoo. En dat is, even goed kijken. Zit ik op het goede? Ja, nee. Even zien, waar waren we? Nou, zeg. Verdwaal ik zelf. Even kijken. Oké, even deze Creadoo-link aanklikken. Oké, Creadoo. Als je wilt aanmelden, kun je klikken op de link. En voor de Adding Workshop zal ik dus dit soort hele gave, leuke kaartjes maken met jou. Met de Adding Acrylic Markers. En ik doe dat op donderdag om 11:45 uur. Vrijdag om 9:45 uur. En om ook. Oh, donderdag om 11:45 uur en 12:45 uur. Op vrijdag om 9:45 en 10:15. En op zaterdag om 2:45 en 4:15. Je kunt de tijden dus vinden op mijn website. En reserveren kan dus via Be Creative Shop. Dan laat ik je straks van dichtbij zien deze kerstkransen die ik met je wil maken. Met de Himi Gouache. Super gaaf om ook in het echt te mogen ervaren. Deze workshops geef ik op woensdag om 2:45 en 4:15. En ik geef het op donderdag om 12:45. Goed, dan weet je dat. En ik laat je dat graag van dichtbij zien. Nog één keer op mijn website. Als je op makerisme.nl komt, dan wil je dit plaatje hebben. Deze hier met hartje. En de peer, als je die aanklikt, dan zie je wat ik allemaal doe op Creadoo. Goed, heb je alle informatie op een rijtje. Maar ik laat je graag even de Metallic Gouache, wat projecten zien van
van dichtbij. Ik heb ontzettend veel zitten experimenteren om te kijken of ik een methodiek kon vinden die goed werkt voor jou. Dit is een van de kerstkransen. Deze glanst minder. Ik had er eentje die meer glanst. En dat heeft te maken met de techniek die ik gebruik. Daar is die. Kijk eens naar de glans. Nou, zie je hem wel heel mooi, hè? En het mooie ervan is dat het rood is weer heel mat. Waardoor, kijk die bessen. Dat is net echt, hè? Ik vind het zo mooi. Echt, in het echt is het nog veel mooier, dames. Maar je kunt er dus voor kiezen op Creadoo. In welke kleur je hem maakt. Ik ga in twee kleuren werken op Creadoo. Namelijk deze grijze kleur. Ik had er eentje die af was. Dus even kijken hoor. Waar die is. Daar. Deze is heel chic. Mooi hè? Echt zo mooi in het echt. Of je kunt werken in deze blauwe kleur. Blauw met rood. Dus laat even weten wat jouw favoriet is. Ik heb het al een paar keer gehoord. Dus ik denk dat ik wel weet wat je favoriet is. Maar niet iedereen is hetzelfde. Dus laat maar even weten. Dan weten wij ook een beetje waar we op voorbereid moeten zijn voor het aantal spullen wat we ervoor moeten gebruiken. Maar het mooie ervan is dus dat je ook andere projecten natuurlijk kunt maken. Een beetje met dezelfde techniek. En het leuke ook om dat paars te zien. Die is echt ook heel erg gaaf. Echt heel mooi. En deze, dit is echt een kunstwerkje waar ik lekker mee bezig ben geweest. Super leuk om te doen. Maar als je de techniek leert die ik je leer bij de kerstkrans, dan kun je dat soort projecten kun je ook maken. Want je kan heerlijk variëren met wat je geleerd hebt. En je kunt ook wat kleinere projecten maken natuurlijk. Alles lekker in kerstsferen. Ook heel gaaf om dat te doen rondom een monogram, een letter. Ook heel erg chic. Deze heb ik gedaan met een klein kaartje eraan vast. Maar goed, je kan dus echt gewoon helemaal losgaan. En ook afhankelijk van op welke achtergrond je werkt, kun je dus daarmee aan de slag. Maar de techniek dus van hoe je dus die blaadjes schildert en hoe je dan die kleurvariatie krijgt, dat leer ik je dus op in de workshop. Creadoo, de workshop Glanskransen. Ik had nog niet eens genoemd hoe die workshop heet, maar dat is dus de workshop Glanskransen. Glanskrans, dan kun je daar dus naar kijken. Goed, dus even zien wat jullie zeggen. Zilver op grijs vindt Remke heel mooi. En Chris wordt heel enthousiast zo te zien. Je zou niet kunnen kiezen. Ja, dat is ook een probleem, begrijp ik. En de zilveren en de blauwe en oh, de paarse. Daar wordt Claudia weer heel enthousiast van. Mooi op het zwart, ja. Oh, wat leuk. Nu wordt er meer gezegd zilver. En toen ik op Instagram vroeg, werd er meer blauw geroepen. Dus dat is ook wel interessant om te horen. Heel erg leuk. Oh, kijk eens. Dat is iets anders. De besjes die lijken er net bovenop te liggen. Klopt, is heel mooi om het echt te zien ook. Goed, nou. Dames, ik heb je ontzettend veel laten zien, denk ik. In korte tijd. Oh, ik zie een vraagje van Anke. Is de workshop ook online? Nee, de workshops die ik nu genoemd heb. Ik moet je nog één ding laten zien. De workshops die ik nu genoemd heb, die zullen dus gegeven worden op Creadoo. Nou, misschien over een hele lange tijd dat ze online komen. Maar dat kan echt over een jaar of langer zijn pas hoor. Dus dat kan echt, dat gaat niet 1, 2, 3 online. Want we gaan ze echt gewoon lekker eerst op Creadoo geven sowieso. Creadoo is ver weg, hè, Anke. Ik begrijp het. Ja, dat begrijp ik. Dat is niet zo makkelijk. Dat is waar. Goed, even zien hoor. Ik ga nog één ding laten zien. Want ik geef dus ook een demo voor met de Edding 3D Double Liner Markers. Ik zal even pakken. Kun je zien wat het is. En dat laat ik je ook op Creadoo zien. De 3D Double Liner Marker. Die ziet er zo uit. Het is in dezelfde serie van de acryl. Markers, maar als je bijvoorbeeld, en ook in dezelfde kleuren. Maar als je bekijkt, dan zie je dat de stift anders is. Hij heeft twee punten. Een dunne en een brede. En een één. En er komt vloeibare lijm uit. Ja, niet lijm. Verf.
hier komt ook vloeibare verf uit. Maar dit is echt een soort dikke verf die eruit komt. Dat moet ik eigenlijk zeggen. En die dikke verf maakt dat je hele gave effecten kunt verkrijgen. En bij deze kun je het niet goed zien, maar het is 3D. Je kunt het voelen. Je kan het wat beter zien bij deze, denk ik, dat het wat 3D is. 3D effect is niet heel dramatisch, maar wel heel erg gaaf. Echt heel tof. Je kunt er zelfs dit soort werkstukken van maken. En als je op Creado komt, dan wil ik je best uitleggen hoe ik het gedaan heb. Maar dat ga ik hier niet doen. Maar ik laat je deze techniek zien. Ik zal in een demo sessie zal ik je dus laten zien hoe ik dit soort werkstukken maak. Ik zal er daar dan één maken. Even zien. Dan heb ik wat meer mee geëxperimenteerd. En het kan dus op een klein kaartje, maar het kan ook in een heel kunstwerk. Gewoon lekker groot, dat kan allemaal. En het 3D-effect is echt super. Kijk of ik het kan laten zien. Komt een beetje over, hè. Echt heel leuk om te doen ook. En ik laat je dus in een demo op de adding stand zien hoe je dat doet. En die demo die zal ik geven. Kijk, ik heb zelfs een keer geëxperimenteerd met gekleurde lijntjes. Dat kan ook nog. En die demo die zal ik steeds geven nadat ik klaar ben met de adding workshop masterclass. En de tijden die vind je dus hier. Dus op donderdag, op vrijdag en op zaterdag. Dan zal ik dus de demo's geven met de 3D double liner marker. Goed. Nou, dames, dankjewel voor je leuke reacties. Ik ga even kijken wat jullie nog gezegd hebben. Het lijkt wel embossing, zegt Wil, maar dat klopt. Ja, daar lijkt het best wel op, hè? Maar je brengt het er dus op aan. Ze zeggen dat ze uit, tenminste niet Anne, maar kijk eens, Anne zegt dat het beste doen is met België, vanuit België met de trein. Zij gaat ook. Dus misschien kunnen jullie met elkaar afspreken. Misschien wel erg leuk. Helemaal tof. Even zien hoor. Nou, heel graag gedaan, lieve Inipini. Kijk, laat je nog zien hoe je met de 3D double liner werkt bij die bloem. Dat laat ik je dus zien in de demo die ik dus geef bij adding op de stand. Elke keer nadat ik de adding workshop gegeven heb, ga ik daarna dus naar de adding stand toe om dus dat te demonstreren. Dan kun je dat dus gewoon zien bij mij. Even zien hoor. Even zien. Esther die zegt deze workshop. Dus de workshops die je hier ziet. De workshops die je hier ziet. Deze. Die is dus echt op Creado. En deze ook echt op Creado. En de 7 workshops van de Creative Roadmap. Van het boekje. Van ons als dames. Van dit boekje. Die zijn dus in de weken na Creado. Dus lekker in de gaten houden bij Be Creative Shop. Eens even zien. Nou dames, ik denk dat we lekker gaan afronden. Wat vond ik het leuk om hier bij jullie te zijn. En ik wil dit echt nog veel vaker gaan doen. Want ik word hier zelf ook gewoon helemaal blij van. En volgens mij jullie ook. Dus dat gaan we vaker doen. Nou, als je hier weggaat, ga dan naar mijn freebies toe. Als je al member bent, dan heb je het wachtwoord in je nieuwsbrief. Als je nog geen member bent, dan kun je je aanmelden dus. Bij freebies, hierbovenaan kun je aanklikken, aanmelden. En dan kun je je even aanmelden, dan krijg je het wachtwoord. En dan kun je naar de freebies pagina. En dan vind je daar gewoon de video waar ik je laat zien hoe ik dus die mooie 3D gouden lijntjes heb aangebracht. En dat is met iets wat ik niet hier op tafel heb laten zien. Dus dan weet je dat. En je kunt al die spullen als je dat wilt vinden bij Be Creative Shop. Of je gaat naar je favoriete hobbyshop. Maar ik zou zeggen, kijk daar even. Dames, ik ga jullie lekker groeten. Lieve Kobe, Ellie, Claudia en Karin. Dankjewel dat je er was. Stineke en Marley en Sandra en Sanne en Inipini natuurlijk. Anke, leuk dat je er was. Stefanie, CT Bos en Marleen en Chris en Anke Keulemans en Anita en Patricia. Leuk. En Astrid en Sonja en Maaike. Esther, dankjewel dat je erbij was. En andere Esther ook bedankt. Helemaal top. Nou dames, ik zet nog even kort een muziekje voor je op. En dan ga ik je groeten. En ik zou zeggen, houd lekker mijn nieuwsbrief in de gaten. Check ook zeker ons Instagram accounts. Van mijn collega's, van mij, van Be Creative Shop, van Edding.
om te zien wat we allemaal gaan doen. Ik zie je heel graag op CreaDoe. Ja, ik zou zeggen, superleuk als je erbij kan zijn. Zo niet, houd tijdens CreaDoe dagen ook mijn Instagram-account in de gaten, want ik zou het leuk vinden om proberen live te gaan. Even kijken hoe het gaat. Dankjewel, Renield. Groetjes, Beta. En Chris ook. tuintje in een Nederlands tuintje. Helemaal goed, Chris. Doe maar. Hey, lieve schatten. Dankjewel. Fijne avond en tot een volgende keer. Groetjes.